Hallo Black Legion en welkom bij weer een nieuwe port van Crysis 3. We gaan het lange gras in. Ik voel me nou net Jurassic Park in het lange gras met al die raptors en shit. Normaal zouden we die lauw kunnen hunten met een bow. Dan moet ik wel een keer schieten. Dat was een late reactie. Die duurt dus niet dood ook nog. Jawel. Jij bent dood. La 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 la. Teabag. Bla 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 bla. Oh. Wat? Oh, fire water. Sterf, man. Ik heb niet voor niets een LMG. Wat echt een fucking badass ding is, die LMG. Oh, er zijn er iets te veel hier. Nee, dat dacht ik niet. Nee. Wou je vechten? Kom dan, jongen. Boksen. Bruce Lee, jongen. Bruce Profit. Kom zo maar. Ja, staff. Nog een liefhebber. Om dood te gaan. Zeg ook al mooie aliens. Mooi gemaakt. Mooie models. Hey. Niet met jouw scherpe mesjes maar mijn mooie pakje zitten. Het is een echte Versace, Gucci, hoe heet al die rommel? Ik heb geen idee. Louis Vuitton, al die baggerben, al die kakkerkleer. Of nou ja, kakkerkleer, ja, of het algemeen wel. Kakkers hebben dat aan en van die vuilniszak jongeren hebben dat ook aan omdat ze dan swag hebben, want ze hebben Louis Vuitton, een van de baggerdingen. Blablabla. Ik vind het allemaal zinloos. Maar dat is mijn mening. Als je het aan hebt, wil niet zeggen dat ik je een loser vind. Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat ik het onzinnig vind. Zullen wij een King Cloak gaan of gaan we iedereen? We gaan gewoon iedereen vermoorden. Fuck it. Kom maar, Stef, dank u. Ach, nog een liefhebber voor de kogel. Zo. Yay. Dat ging goed. We hebben ze gewoon allemaal vermoord. Op één plek. Normaal in de trailer was dit ook. Op mijn hoofd nummer 3. Die heette Hunter. Die Seven Worlds Wonders of Crisis trailer. En dan moest je ze allemaal hunten met bow en shit. En dan kon je zo. Bam. Gewoon in zijn bakken schieten. Allemaal in stealth en dan moet je het echt gewoon heel sneaky doen. Maar wat je zo kunt doen is gewoon met NMG en gewoon 8 of zo killen op een fucking treinstel, dat kan ook. Maar dit ziet er echt zo mooi uit. Ik weet nog dat Yves en ik deze trailer zagen en dat we dachten van oh fuck, dat gaat heel zwaar worden. Valt mee, op zich. Zo'n hele bende gas. En het werkt allemaal eigenlijk wel goed. Ziet er mooi uit. Dus eigenlijk is er niks aan de hand, ik weet niet wat dit voor ding is. Everything. Ah, mooi. Ah, dit is die nanosuit jammer. Ja, motherfucking nanosuit jammer. All I got is movement in the grass. I'm holding a secure position on the bluff, but it's only a matter of time before I'm overrun. Mooi, ze klimmen ook echt de boompjes aan. Haha. Dat dacht ik dus niet. Regroup with Psycho. Dit ziet er echt zo fucking mooi uit. Ik weet echt nog dat wij echt helemaal zaten te kwijlen. Toen we deze trailer zagen. Echt zo mooi. Het ziet er ook zo gigantisch mooi uit. Zeg wat je wil. Het ziet er echt gewoon belachelijk mooi uit. Maar de meeste zijn al dood. Dus we kunnen hier gewoon gaan rennen. En... haha, je bent dom. Hé, wat fuck? Ik wou zeggen dat je dom was, maar... mijn pijl was ook dom. Niet lief pijl. Zijn goede pijltjes trouwens. Als ze nadat ze in een fucking alien worden geschoten met fucking nanosuit power, dat ze nog steeds heel zijn. Dat is echt best wel goed. Dat is goede kwaliteit. Elke keer als ik The Walking Dead heb gezien, denk ik elke keer van, ik moet ook zo'n boog hebben. Echt elke keer dat ik het zie. Hey, goedemorgen. Wil jij loten kopen? Nu. Van Jantje Beton. Gratis, met een pijl in je bakkers.
Maar ja, ik speel de game op mijn eigen manier. Iedereen speelt die game op zijn eigen manier natuurlijk. Oké. Staff. Explosives. Oh, we hebben er maar 50. Ik ben heel enthousiast aan het schieten, maar dat is een beetje dom. Mooi, die boom die valt. Zelfs om. Romeo Actual, Romeo 1. Exit route Bravo is a no-go. Please advise. En toen ging alles van één naar heel veel problemen. Nee. Kom hier, jongen. Boksen. Nee, niet meer, nee. Run. Weg. Ammo. Wij zijn in armor mode. Het loopt zo langzaam. Kun je dit ding niet dismounten? Ja, dat kan. Mooi. Opdonderen. Blijf van mij af, jij. Health critical. Staff. Ben ik nou duidelijk? Nou ben ik het zat ook. Dus ik zeg staff jullie. Jij zit ergens in de bossen daar. Kom hier. Gewoon donder sprayen met dat ding. Leef jij nog steeds? Wat dood. Oké, er komen er nog meer. Staff. Holy crap, dat vloog mooi uit elkaar. Staff. Nee, gaat ook goed. Oh, fucking genius. Echt mooi. Hold F to look. Een helikopter. Blijf van mij af. Oké. Uit armor mode. Yay. Oké, hij heeft een exit gevonden. Hij heeft gewoon een stuk nog meer gas gevonden eigenlijk. Komt het op neer. We hebben geen pijlen meer, dus dat is fucked up. We rennen hier een beetje tussen alle luidjes door. Minder mooi. Voorgripje, silencer. Altijd silencer, ik weet niet. Ik vind silencer altijd chill. Oh, er wordt nog meer geroast hier. Ah ja, dat was ook wel bekend trouwens. Dat hebben ze al gezegd. Ik weet wat we hier gaan doen. We gaan een trein pakken. Ja, er zit een deur voor. Daar gaan wij heen. Maar we moeten een trein pakken. En dat weet ik ook, want dat is ook in de trailer. Ze hebben aardig wat verklapt eigenlijk. Dat is echt jammer, vind ik, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ja, maakt het niet uit, want we hebben al veel beelden van gezien. Het was gewoon fucking episch toen al. Dus, het maakt niet zo heel veel uit. Maar ik weet alleen wat we gaan doen. Nou, doorlopen, ja, vriend. Dit is de wagon. Nou ja, de trein zei ik is een wagon, maar... Gaan we naar power kick. Give it a push. Maximum power! Nou. Oh. Dat viel eigenlijk tegen. Ik had meer verwacht van als een naan of zo. Daar gaan we dan. Of ja, highly explosive material. Fucking care. Care. Do not care. Open deur in 3, 2, 1. Boom. Ja. Is toch een goed plan? Gaat sneller dan lopen. Armor mode. Nog meer van die lui hier. Bukken. Ik kan niet bukken. Dat je het weet, ik kan niet bukken. Ook al wil ik wel, ik kan niet bukken. Holy crap, zoveel explosies en shit. Zoveel aliens overal. Zoveel cel. Zo'n takkenkabal. Niet te zuinig. Hij gaat niet zo snel. Staff. Helikopter. Mooi video. What the fuck hebben die nou allemaal wel niet hier, jongen? Ze hebben zoveel dingen hier in die fucking tunnel gestopt. Niet te zuinig. Mooi. Stop daar maar. Dank u. What the fuck pakken wij op? En dat overleeft Psycho allemaal zonder pak. Dat is knap. Doet die jongen heel goed. Hij leeft nog. En lacht.
Tenminste, de subtitles zeggen dat hij lacht. Wij merken er nog vrij weinig van. Oh, kijk daar. More laughing. Die ondertiteling is zo falerig, echt mooi. Suit is rebooting. Oh yeah. Hey, de map houdt op, zie je dat? Links onderin, de minimap. Die houdt op zo. Dat is genius. Oeh, de stoffige bende. Shit. Shite. Alles is een beetje naar tering. It's your number one soldier on the line. Open a window to the safe house. ETA 10 minutes. Romeo 1, Romeo Actual. You will maintain radio protocol. Now bring that hardware home. Over and out. Let's go. Aha, en zij hadden iets met elkaar? What a hard ass. Listen, she's all right when you get to know her. Just don't mention the visions. Okay? Okay. Wie de fuck Michael, is die dan? Why does she keep calling me hardware? Ah, dat doet mij denken aan zo'n film van een robot. Die kent iedereen denk ik wel. As long as cell controls the power, they control. Nee, ook waarom noemen ze mij zo? Dit kan er zo droog uit. Cell's golden goose rests at the Zuckerman Energy Nexus near Broad Street Station. They call it System X. This remnant of Ceph technology is contained within a single harvesting facility several hundred meters below okay. Street level. Nothing in Cell's military industrial world is guarded as tightly as this. If Cell have an Achilles heel, this is it. Mooi. You all know we've taken heavy losses in the last few months. An operational command has fallen to me. Our backs are against the wall and Cell are all over us. So it's now or never. We take Cell down today, or we die trying. Mooi is. We take down Cell today. Ik denk dat het komt. Dat het erop neerkomt. Profit takes down Cell today. Ik denk niet dat die anderen daar echt ook mee iets gaan uitvoeren. Maar we zullen zien. Maar ik denk het niet. The root of all evil. De Nassaustraat. Financieel district. Financial. Yay. Dit is een safe house dus. We have to move around like nomads. Well, you get the picture. Ja. Dat is dus zijn. Hallo, sweetheart. Hold on, Michael. I'll be with you in a moment. Welcome home. Cell is hammering us with digital artillery. Our network is being torn apart. Get us back online now. Damn it. Claire. Using reflectors to bounce the signal. Yeah, I don't give a shit. We need to get back online. Claire. Michael, what a day. We lost some good people. I was trying to contact Dane when... What the... Yeah. Oh, no. No, no. Claire, this is Prophet, my CO from... Look at the modifications, Michael. Is it Ceph? Cell? Welke modifications? Ik ben dan gewoon Prophet. Waar praat je over? Nee. For that, that mutation? Look, hey, niet zo'n grote mond, ja. Suit, Michael. Claire. Claire. 5 months now we've been here. The balance of asymmetrical warfare favors. Dat is een Duitser. This was meant to be our Normandy. But alas, here we are in hiding. We nibble. Kun je zo horen. Nibble there, but we can't turn the tide, we can't build momentum. We need a game changer. Major Lawrence Barnes. The Prophet. Kijk, Karl Ernst Rasch! At your service! Verdammt! De scheisse! Ja, hij kwam mij ook bekend voor. Dat is het hem. Hij kwam mij ook bekend voor me. DNA. Human. Ceph. Synthetic. Incredible. Hij heeft dus 3 verschillende dingen in zich. Oh, come now, Lawrence. What did you expect? I designed your suit, my dear fellow. Of course, it can't get a read on me. Nee, inderdaad. Volgens mij is dat die Horsegreave. Claire's right. You know about the risk. So much power, but volatile and willful. Fractures. Tell me, did Michael
brief you on our plans. I'll brief him when we move out, sir. It's brilliant, boss. This will cripple Cell for good. The situation is far worse than any of you can imagine. Oh ja, hij moest niet de visions noemen. Glimpses. We will take the fight to Cell. Shut down that energy nexus and end all this. Or whatever they're doing will bring about the extinction of all life on this planet. Remember that. Yeah, ended that. You sound quite prophetic. Is that intentional? It's very apropos. Duitser, houd je bakkes. Let's go save the species. Met jou van wij prophetical. Ja. Inderdaad. Dat klopt. Dan jij niet eens de prophet, ga niet janken. Jij moet ook niet janken. Ik ben bij hem. Het komt allemaal goed. Dag Claire. Leuk gekend je gekend te hebben. Daar zijn we dan. Out of ammo. Heeft nog niemand ammo voor mij? At least you get your gobs out about me and her. Romeo 1, your mic is stuck open. Mooi. Wat een knuffel. Mooi. De mic stond dus nog open. Holy fuck, the damn mission. Ah, oh, fucking yeah. There she is. Die kennen we ook van de trailer en die is fucking vet. 500 megawatts feeding straight into Cell's high altitude defense system. Dat is wel slim, ja. Je moet nog steeds nagaan, hè. Dit is New York, wat onder water staat en bejungled is. En bejungled is vanaf nu een nieuw woord. Niet bejeweled, het spel. Nee, bejungled. En dan komt er een helikopter in. 3, 2, 1, langs vlogen. En beweegt die klof zo. Zou je denken, hoe weet jij dat allemaal? Nou, ten eerste trailer. We hebben een stoel. Ga weg, stoel. Maar daarbij heb ik ook tech trailers gezien en daar. Gewoon van de engine. En ze hebben allemaal uitgelegd. Zo gauw als je daar komt, triggert dat die helikopter. Die vliegt er langs. Dus dit is niet real time eigenlijk. Dit wat er gebeurde. Het is allemaal gescript erin. Maar het ziet eruit als real time. En ja, dat hebben ze allemaal uitgelegd. Was wel interessant om een tech trailer te zien. Maar dit ziet er echt zo fucking vet uit. Mooi. Waar we kunnen hier onderdoor toch? Ja. Ik hoor al geluiden. Wat fuck? There's Cell's energy nexus, System X. Ah. The dam and Cell's core defenses are out cold. They can't switch power from System X. It's not on the same grid. Explain this to me. Why a dam when they have an infinite power source in System X? Redundancy? Or maybe there's something about System X that scares them. Dat zou kunnen, ja. Zeg, als ze daarom zou je moeilijk doen als je unlimited power and power dinges X hebt, waarom zou je dat dan doen? What's with her freaking out about my suit? She hates suits. Don't know why. I don't ask. All I know, it was her team that got me out of the skinning lab. She saved my life. Aha. Mooi, C4. Op donder met dat ding. Mag ik ook arrows? Ik wil arrows. Fuck sakes. Stairs are blocked. We'll have to get the lift working somehow. De lift moet er werkend worden. Effort. Wat een subtitle, hè. You want a hand? Ik ga. No. Piss off. Zeker weten? Ik kon dat echt zo makkelijk gewoon met één ding doen. Een hele kleine moeite. De lift moest werken, toch? Nou, oh, dat werkt niet. Oké, through there. Uh-oh. Fuck. Armor mode, armor, armor, armor. Oh. Ik denk ik pak armor, man. Ja, inderdaad. Oké, Romeo 1, dit is Romeo Actual. I'm assuming control. I need a direct link to the nanosuit's visual output. Over. Roger that. But only for as long as it's necessary. Mooi, Prophet vertrouwt haar niet. Goed bezig. Goed zo, Prophet. Ik vertrouw haar ook niet helemaal. Vertrouw Claire niet helemaal. Claire is een beetje spooky aan het doen. Over ons pakje. Oh, kijk. Dan gelijk die lui allemaal even taggen.
We are then goddamn positive that the Finn man is in this squadron. I had a damn will inderdaad, dat klopt. Correcto, Mendo. Armor piecing rounds, mooi. C4, grenades, dat is op. Dit hebben we nog, zit de silencer op hopelijk, ja. Jullie lui zien ons nog niet, dus dat is mooi. Waarschijnlijk kunnen we deze power kicken, ja, dat dacht ik al. Dit ziet er echt zo vet uit, jongen. Zo mooi. Hey, daar hebben we nog iemand die nog niet getagd is. Even scouten nog, of er meer luidjes zijn die we niet hebben getagd nog. Nou, je ziet het pad ook van hun allemaal, dat is ook een nice. We moeten echt pijlen hebben, jongen. Fuck. Ah, we kunnen wel pijlen pakken trouwens, dat is het probleem niet. Oh, geef nou eindelijk. Ja. Hij stond net niet in het water helaas. Beetje jammer. Ik zou hier even achter die dumpster gaan zitten. Even veilig, zodat ze me nog niet zien. Mooi, volgens mij sta jij in het water. Volgens mij ben jij nu dood. Volgens mij heb jij... Oh. Kut. Zit super firmware tip. High explosives, delay fuse, armor... Airburst Frank tip. Die wil ik ook een keer proberen. Holy crap! Mooi! Ze zijn allemaal dood ook nog. Oké, nou hebben we nog maar één ding en dat is explosive arrows. Zo, dat is dat. Mooi. Uh-oh. Prophet detected. Nee. Ja, in je been. En dood. Fuck jou, jongen. Staff aan je been. Ook al. Fucking nice. Oh, eekhoontjes! Dude! Laat me met rust, ik ben eekhoontjes aan het bekijken. Eekhoontjes! Ja, fucking cool! Nice, Stef eekhoorn. Mooi. Ah, oh, zo lief! Oh, wat lieve eekhoontjes. Fucking genius, jongen. Dat is echt zoveel mooi. Hey! Jij motherfucker, jongen, jij hebt mijn... Jij gaat dood, jongen, jij hebt mijn staff, jongens. Jij hebt mijn fucking eekhoorn vermoord. Vuile, vuile. Mijn eekhoorntje was zo lief. Ik noemde hem al Henky. Fuck af, jongen, jij bent mede verantwoordelijk voor de dood van mijn eekhoorn. Jij net zo, kom maar. Waarom lopen wij zo fucked up langzaam in armor mode? Kom hier, jongen, armor mode, bitch. Wacht, we kunnen nog iemand... Er was hier nog iemand, toch? Daar ben jij. Komt maar. Wat wil jij dan, jongen? Grab. Jij bent verantwoordelijk voor mijn eekhoorn. Staff. Oh. Eekhoorn rage. Maar dat is fucking ziek, jongen. Die dieren ergens. Sowieso beter dan 6x3, die dieren. Die waren ook wel vet dat je kon hunten, maar... Ja, hier kun je niet hunten, maar ze zien er gewoon veel mooier uit. Die hele game ziet er zoveel mooier uit dan wat voor game ook maar. Far Cry 3 was ook heel mooi. Maar deze game vergeleken met Far Cry 3 is toch echt wel weer 1000 keer mooier en beter. Is niet te zuinig. Daar hebben we een turret, er komt een dude aangerend. En... Ja, we kunnen echt gewoon alles doen wat we willen. We kunnen gewoon 3 verschillende manieren. We konden het helemaal stealth doen met pijlen als we die nog hadden. Kunnen het op zoveel manieren doen. Echt gewoon immens ziek. Maar we gaan verder in de volgende part. Ik ga je nog even die dude killen. Als Squirrel Revenge. Huh.
Dat was dat. Maar ja, zoals ik zei, we gaan verder in de volgende part. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen, zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie, klik op de link in de beschrijving.